tranen die zijn voor mijn inspiratie geweest om over bepaalde dingen te schrijven. En dat zeg ik. En schrijven voor mij heeft een therapeutische werking gehad. Dus ik bedoel, de psychiaters heb ik daarom niet nodig gehad. Maar het is wel heel belangrijk dat je kunt omschrijven wat je dwars zit. En als je dat dan doet in een liedje en het lukt allemaal, dat zie je nu aan het liedje van Danny Braaf, Je vaders blik, wat we toen gemaakt hebben voor hem. Ja, er zit zoveel verdriet in, maar dit is zo verraakt. Het is zo echt nummer is dat geworden. Daar ben ik ook heel erg trots op trouwens. Het zal nooit geen hit worden, dat nummer, maar dat moet er wel zijn, zo'n liedje. En dat moet toch wel ergens een keer, misschien een keer op bepaalde programma's opgepikt worden, omdat het zo eerlijk is. En het is een bepaalde zelfkant van het leven. Ja, dat maken zoveel mensen mee. Dus ik bedoel, vandaar is het toch wel commercieel misschien. Maar die Hopsasa-plaat, dat zien we hier niet meer doen, toch? Nou, ik niet voor mezelf, maar ik schrijf ze wel eens voor mensen. En dat vind ik dan wel leuk ook. Nou, als het de eerlijkheid is van iemand die zo in elkaar zit, heb ik daar geen problemen mee. Alleen ik zelf wil dat niet. En ik vind het jammer dat het Hopsasa langzaam de overhand neemt. Ik vind dat het wel een beetje in balans mag zijn. Want dat heb ik al vaker gezegd. Ik heb mijn gunfactor daar een beetje door verloren. Maar ik vind dat het wel het serieuze en de plezierige kant, dat Hopsasa naast elkaar meer moet staan, zodat dat meer in balans is. Want het is ook niet goed voor het niveau van het Nederlandstalige lied dat het die kant op gaat. Want dan straks is het allemaal carnaval. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, pas geleden heb ik een nummer geschreven voor Tino. En dat gaat ook wel. Dat is een beetje. Is een beetje rock'n'roll-achtig liedje. En dat heeft toch wat met meer plezier te maken. En dat is toch wel. Dus het laatste wat ik gemaakt heb, wat ik kan herinneren nu op dit moment. Wat toch wel een bepaald genre is wat ik denk wat ik zelf niet zou willen doen. Maar bij hem past dat dan wel. Dus ik bedoel, en het is wel heel plezierig wat er gebeurt. Er zit niks geen negatiefs in. En dat is al heel bijzonder bij mij met mijn teksten.